Kom, 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 kom. Je praat wel met me, maar ik voel je op een afstand. Krijg het er niet meer warm van. Baby, ja, je lacht wel met me. Althans, dat is wat ik lees nu. Zie niks op je face nu. Het lijkt alsof je langs me leeft, langs me leeft. Terwijl ik jou hier alles geef, alles geef. Ben ik dezelfde man nog steeds? Nee. Baby, praat met me. Je hoeft me niet te appen, baby, praat met me. What's up guys en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag weer een nieuwe dag, nieuwe video. En ik ben onderweg naar Palenco. Palenco is de producer van mijn plaat die 9 december uitkomt. Altijd dankbaar, nooit tevreden. Ik ga volgende week, woensdag. Ik weet niet of dat nog steeds volgende week is wanneer jullie deze vlog zien. Maar ik ga dus... dit is heel illegaal. Dit is heel illegaal. Shit. Maar ik ga dus woensdag ga ik een 1-1 bar sessie doen. En daar moet zeg maar die beat voor gemaakt worden. Of tenminste, je weet toch, we moeten even die beat even goed choppen en zo. Dus daarom ga ik hem nu ophalen. Zo, die beweegt veel. Ik ga hem nu ophalen. En dan gaan we naar de studio toe. Gaan we even die beat klaarzetten. Dan moet ik even naar de stad toe gaan. Want ik ga vanavond... Oh, vanavond ga ik naar een schoolreunie. In België. En ik ga ook even langs mijn ouders. Dus we gaan weer even een avondje naar België. En dan, ja, dan gaan we gewoon weer allemaal oude mensen zien van vroeger. Oude leraren, oude klasgenoten. Ik weet niet of ik alles ga kunnen filmen, maar ik ga proberen om wat dingetjes te filmen daar, weet je toch? Dat jullie even mijn oude school en zo kunnen zien. Misschien kunnen we even een oude klaslokaal en zo gaan we wat uit ruïne zetten. Dus gaat leuk worden, man. Ik heb al de hele tijd niet kunnen vloggen. Want ik had zo fucking veel haast, man, echt. Weet je wat het kutste is aan de winter? Winter! Oh, mijn stem sloeg over. Weet je wat zo kut is aan de winter? Is dat je, als je haast hebt en je moet gaan shoppen. Bro, die winkels zijn toch zo fucking warm. Wallah, je gaat helemaal dood. Je gaat van winkel naar winkel. Ik zweet mezelf de pleuris. Je weet toch, buiten is koud. Binnen is warm. Wat moet je doen? In ieder geval, moet ik straks naar België gaan. Moest ik even een outfitje halen, toch? Dus ik ben even snel winkeltjes gegaan. Kon natuurlijk niks vinden, heb ik toch even snel wat gepakt. En moet nu naar de kapper. En dan van de kapper waarschijnlijk naar huis toe, eerst even douchen. En dan naar Belgica. Besef, je weet dat je bij Turkse kapper bent als de Ibrahim Tatlas is die draai. Ja, prijzen zijn zo gewonnen, broer. 9,6. Dat is wel eng, man. Waarom geen 10 dan? Ze gunnen niet die 10. Hi mensen, besef hoe kaal ik ben. De hele enge kale hoofd. Oké, broer, luister dan. Aan jou de eer, ons man toch wel herzennen. Maar niet te hard. Goed. Maar je mag, ja? Maar niet te hard. Goed, ja. Oh. Ik zeg niet te hard. Oh, dit. Oh, is dat eng, man. Ik ben klaar bij de kapper. Ik ben weer helemaal kaal. Nu ga ik even heel snel naar huis toe. De twee Britten in de auto, die vroegen me net of ik coke verkocht. Nikke zie ik eruit als een fucking coke dealer of zo, man. Wat een ballade. Oké, ik was wel net aan het rennen met capuchon, of misschien zag ik er wel uit als een coke dealer, maar... Ik zei, I don't do that, bruv. Better get the fuck out of my face. Nee, dat zei ik niet, maar ik zei gewoon nee, man, sorry, man. Hey mensen. Ik ben omgekleed, ik ben thuis en we hebben iets binnengekregen laatst. Kijk, ik heb Ahmed This Kitchen. Van wie heb je het gekregen? We hebben het gekregen van een meisje die het zelf maakt. En het is echt super schattig, super cute. Denk, hoe heet ze? Ze heet Kefser. Kefser? Ja, van okay. Een Turks meisje. Kefser. En haar Instagram pagina is Ridden Woods. Ridden Woods. Ga haar volgen op Instagram. Koop zo'n plankje met je eigen naam en zo erop. Ik ben in Belgica, man. Wat is mijn stem aan de hand? Oh mijn god. Hoe we dit? Aight. Hallo? Hey, ik heb fucked up stem gekregen, man. Dat is niet goed. In ieder geval, ik ben in België. En ik ben onderweg naar Gent. Onderweg naar de VIP-school, man. VIP-school represent. Ik hoop echt niet dat ik mijn stem ga kwijtraken, man. Het zou echt fucked up zijn, man. Maar, ik zeg eerlijk, man, ik ben weer hier in België. Ik zit weer in die streets te rijden en ik krijg echt weer zo'n
een nostalgisch gevoel, man. Ik zeg je eerlijk, man, ik heb hier veel tijden meegemaakt, man. Veel shit meegemaakt hier. En het voelt echt goed om even terug in België te zijn, man. Je weet toch, dat was lang geleden. Shout-out naar iedereen in België sowieso, man. Shout-out naar iedereen die ik hier ken, je weet toch. Ik kom hier net van de parking van de Delhaize. Jullie weten waarschijnlijk niet eens wat de Delhaize is. Maar Delhaize is een supermarkt. In motherfucking België. Waar wij altijd gingen choppen. Wanneer middag pauze was, weet je toch. Je hebt hier nog onmin veel herinneringen hier, man, ik zweer het. Je hebt hier een hoekje. Volgens mij is het precies hier. Om dit hoekje gingen we altijd choppen. Gingen we altijd roken en shit. Gingen we ook doen daar, je weet toch? Ging je stiekem stiekem. En het is zo fucking raar om hier nu te lopen. Zeg maar, hier liepen we altijd toen we fucking pauze hadden, man. Gingen we de pauze naar de supermarkt met onze laatste 2 euro of 5 euro. Gingen we shit kopen en zo, man. Hier, Panos. Hier gingen we ook wel eens. Deze was nieuw gewoon, man. Deze was het laatste jaar toen ik hier was die volgens mij net gekomen. Dus voor de iets rijkere mensen. En natuurlijk de Mackie. McDonald's gingen we wel eens die euroknallers en zo halen. Dat was goede oude tijd hier, man. Maar ik loop nu richting die Scoro. Ik ben zo benieuwd wie daar allemaal is en wie ik allemaal ga zien, man. Hey, pak aan mensen. Ik ben hier op school. Kijk, mocht dat iets er ook bij. Een van mijn beste matties hier op de VIP gooien. Ik heb nog steeds contact gewoon. Maar een van die leraren zei dat wij hier een soort van onze gegevens moesten invullen. Ja, man, bro. Omdat we, ik weet niet voor wat, man, maar besef die computer zo scheer, man, bro. Hoelang hebben we nog steeds geen geld? Hetzelfde als 30 jaar geleden, denk ik. Hé, maar je kan ze gewoon meenemen. Waar ga ik dat niet doen, man? Dat is ongewikt. Besef mijn antwoord. Af te doen, ja, Wallah weet ik niet. Kan je zelf zien, hè? Yo, jongens! Oh, bro, zo in mijn wachtmachine. Oké, hey, stel jezelf even voor de mensen die je niet kennen. Wie ben je en wat ben je van mij? Ik ben Jonas. Ik heb 3 jaar mijn eerste in de klas gezeten. Hey. Wat ga je doen? Oh, joh. Dat is Leander, die heeft ook bij mij in de klas gezeten. Fuck als strijder. Leander is eigenlijk de manga, man. Ik ben hier met mijn strijder, Emre. En ik heb met hem een paar jaar op school gezeten. En ja, man, hij is gewoon een gekke Turk, man. Hij weet, we zijn allemaal Turk. We zijn allemaal gek. We zijn allemaal gek. De Turk is allemaal gek. Maar je zei net, je volgt een paar mensen in Nederland, toch? Ja, ik doe een dikke SO naar Ismail Gun. En zijn maten. Naar Zaandam. Jullie zijn allemaal dikke strijders. Ik doe ook SO naar Boef. Boef, je bent mijn broertje, je weet wel. Je moet naar Gent komen, man. Met een zachte G, je weet dat. Je moet naar Gent komen. Waarom moet ik nog zeggen? Een lijp, Ismo, allemaal SO, allemaal strijders. Ja. Ik hoop dat deze deur open is. Ja! Kom, 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 kom! Kom! Wacht even, wacht even, wacht even. We zijn naar boven gesneakt bij de oude school. Om even naar onze klaslokaal te gaan. Oh, ik ben kapot. Oké. Hey. Hier, hier, hier. Gazan? Yes! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Zo! Hey mensen, jullie kennen deze van Punch-Out. Wie is Mark? Hey, hier. Oh, ik ben kapot van die trap. Hier hadden we altijd fotografie. Oh, alles is op slot, denk ik. Ik ben helemaal kapot. En hier, dit lokaal hebben wij ooit keer 5-6 stukken van elkaar. Alles is dicht. Godverdomme. Niks is van ons. In dit klaslokaal hebben we tekenles gekregen. Hier. Oh ja, dit. Hey, dit lokaal is echt classic, man. Dit is oud. Oké, kijk hier, compromise clothing. Dat lijkt toch niks die compromise, dat weet ik niet. Allemaal zo. Alles op slot, man. Maar dit lokaal. Hier hebben we altijd, hoe heet dat nou? Grafische vormgeving gehad, toch? Ja, we van Bram. Nou, we hebben precies niks geleerd. Dat ging helemaal nergens over. Maar wel gruwelijk, man. Oh, hier, kijk, dat zijn die gippen. Oh, zo oud. Gip. Zo, dit is fucking classic, man, bro. En gip was zo. Oh, je stak, weet dat niet meer. We waren altijd. Ik kan me nog zo goed herinneren, je komt van hier. Oh, en dan moet je hier zo staan als een balhaar, sta je hier te wachten tot de leraar die deur open doet. Hier zat hij ook op de grond. Ja. Ja!
een heel, jaar deden we eigenlijk niks. Geen reet. Ja, ja. Maar er waren twee weken in het jaar dat we echt zoiets hadden, fuck, we hebben geen leven. En dat was tijdens de griep. En, okay. En die griep ligt hier gewoon. Toen, toen moesten we herstellen. Ik vraag me af of mijn griep hier nog is. De sluitertijd op Jojo zijn gezicht meten. De lichtmeting op Jojo. Het is donker, hè. Op Jojo zijn gezicht is er minder licht. En Jojo is een bruine jongen, dus dat is er minder licht. Dat was echt weggebeurd. Oh, dat is echt. Dat eigenlijk echt eigenlijk is fucking racistisch, man. Dat was echt racistisch, maar echt, ja, echt gedaan. Oh, my god. Zo, so, deze is ook classic, man. Dit is het lettertype dat je als grafische vormgeving nooit mag gebruiken. Nee, dat mag maar niet. Op de VIP-school, grafische richting, gebruiken ze dat dus toch. VIP-school, dat er heel veel mensen weggeroest zijn hier. Irwee! Wanneer weer? Dat wie, was echt wie was het ook alweer? Safiro. Hekkeman. Safiro? Hekeman. Die was aan het dansen in zijn klaslokaal en hij dacht... Wanneer? Is die spoken? Oh, ja, 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 ja. Dat is een hekkeman. Hij zat er tegen Nick van... Je zet je best. Nick! Nu gaan wij even in Salvador, dat is een waanzin komen. Serieus, ik mis. Er was ook nog meneer Dierks en meneer Dierks liep rond met een... Ken je dingen met Maarten Westdag, man? Ja. Ik volg hem op Instagram. Ik ook. Instagram? Hij doet tatoeages en zo zetten, hè. Oh my god. Ja, ik zweer het. Wanneer wil je nog een keer kijken naar u? Dat was Mestag. Meneer Mestag, als je dit ziet, je moet mij een keer prikken, man. Ik wil ook een tatoeage van jou. Zeg maar, dit moesten wij altijd lopen, elke fucking ochtend. Helemaal naar boven. Ik heb hier zoveel herinneringen. Dat is niet normaal, man. Ik heb iets. Fucking hell. Dat is gek, hè? Jullie hebben vorige keer mijn broertje in overvallen, hè? Jullie hebben zijn spullen en zo gestolen. Kijk, ik ga jullie één ding zeggen. We zijn Turken van Hondelemstraat. We zijn Bagent. Als jullie dat nog een keer doen, kan jullie moeder neuken. Van handen. Ik ga jullie allemaal neuken, oké? Okay? Ik bedreig jullie allemaal. Ik bedreig jullie. Aan naar de politie, aan naar dingen. En dat maakt mij allemaal niet uit. Geen, wat is de overval en zo? Want we leven allemaal in België en Holland, maar je kunt werken, je kunt je geld verdienen. We zijn skeer, man. We hebben geen geld, we zijn skeer. Oké, okay, geen geld, maar wel honger. Maar werk aan mijn eigen, maar wel baan aan mijn eigen. Geen geld, maar honger. Geen geld, maar wel werk. Geen geld, maar werk. Geen geld, maar kijk, Coca-Cola, sigaretje. Hè? Je moet daar filmen, kijk. Je moet daar ook filmen. Geen geld, maar wel honger. Maar je moet mij niet filmen, kom. Ik ga door, ik kom op Facebook en... Hallo! Hey, weet je wat ik echt heb gemist om te doen bij jou? Oh joh! Wat de fuck? Ik gaf wel vroeger altijd een platte hand. Maar ik moet zeggen, vroeger stond jij veel harder. Wat is er gebeurd? Ik ben getrouwd, man, bro. Zover het avontuur op de VIP-school. Het was fucking gruwelijk om weer heel veel mensen te zien. Ik weet niet wat er met mijn stem is gebeurd, maar ik moet de aankomende paar dagen echt rustig aan gaan doen als ik die 1-1 bar sessie nog een beetje wil gaan doen. Want anders is fucked up. Maar ik moet even goede thee drinken en even warm aankleden. Dat is fucking dope, man. Ik zeg eerlijk, maar dit is echt een stukje nostalgie in mijn leven. VIP-school. Gekke shit, man. Hier, publiciteit. Dat was mijn shit. Maar in ieder geval. Ik vond het dope om hier in Gent weer te zijn. Ik zit hier als een balhaar helemaal alleen op straat te vloggen en shit. Maar het was super leuk. Het was er zeker waard om even weer naar Belgica te komen. En ik ga nu weer lekker rustig naar mijn ouders in Oslo. Ik blijf vandaag in België slapen. En morgen weer terug naar Roffa, man. Morgen weer werken en shit. Dus... België, thanks for having me. Dankjewel voor het kijken naar de vlog. Ik ga ook gelijk de vlog hier eindigen. En we gaan weer terug naar Roffa. Abonneer, like. En ik zie je weer de volgende keer, man. Peace. Je praat wel met me, maar ik voel je op een afstand. Krijg het er niet meer warm van. Baby, ja, je lacht wel met me. Althans, dat is wat ik lees nu. Zie niks op je face nu. Het lijkt alsof je langs me leeft, langs me leeft. Terwijl ik jou hier alles geef, alles geef, ben ik dezelfde man nog steeds. Nee. Baby, praat met me, je hoeft me niet.